Wel is Cambuur tegen Zwolle. En dat had met name ook voor de Friese een feestelijke wedstrijd moeten worden. Maar er zit een zwart randje omheen. Want oud-vicevoorzitter Jan Rietstra is komen te overlijden. De oud-vicevoorzitter van Cambuur was een van de mannen die de club behoedde van faillissement. Verder stond hij aan de basis van de opleving van de Friese. Als eerbetoon aan deze official hielden de aanhangers vanavond een tocht naar het stadion. Door het overlijden van Rietstra zijn alle sfeeracties afgelast. Dan kijken we naar de opstelling van de Friese. Begin bij Cambuur dus. En daar zien we dat Sander van der Heijden terugkeert in de basis. Hij is hersteld van een hamstringblessure. Het heeft tot gevolg dat Charon Cherry op de bank begint. Na de winst in de thuiswedstrijd verandert Jan Evensen niets aan zijn basisopstelling. Dus ook clubicoon Albert van der Haar staat aan de aftrap. De routinier maakte dinsdag het eerste doelpunt. En dan hoort u het commentaar bij deze wedstrijd van Frank Visgraper. Maar de wedstrijd begint natuurlijk met een minuut stilte. Een indrukwekkende minuut stilte, gevolgd door een donderend applaus in het Cambuurstadion. Volledig uitverkocht met 10.200 mensen die allemaal hun respect betonen vanwege het overlijden van Jan Rietstra. En dit is de hoekschop voor Cambuur. En die komt terecht bij Sander van der Heijden. En zou die last van zijn hamstring hebben? Nou, hier blijkt het niet in ieder geval. Hij kon er de eerste wedstrijd niet bij zijn. Hij wilde het proberen. En als dit proberen is, er is niemand bij hem. Hij gaat naar de bal toe en haalt verwoestend uit in de vijfde minuut. Een droomstart voor Cambuur. 1-0. En opnieuw Cambuur met de lange bal van Beekmans. Er wordt buitenspel geclaimd voor Marci, maar niet gegeven. Ter Heijden vraagt. Daarachter is de Visser. Marci en alsnog de Visser, maar deze bal simpel gepakt door Diederik Boer. En als het bij 1-0 zou blijven, maar er is nog lang te gaan, dan speelt Cambuur de derde wedstrijd ook thuis, want het heeft uitgescoord bij Zwolle. Toen werd het 2-1 voor FC Zwolle, dat hier via Bargas het 16 meter gebied ingaat. Redding van der Vlag, die is dan weg uit zijn doel, maar dan neemt Guit het daar achterin over en brengt hij ook in tweede instantie redding. Op de inzet van Roel de Graaf. Maar Bargas hier met een levensgrote kans op de 1-1. Uitstekend gedaan door Peter van der Vlag. Die er dan hier niet bij kan, maar dan staat Guit op de goede plek. En dan blijft het dus bij 1-0 voor Cambuur. Hoekschop voor de thuisploeg. En dan is het zoeken niet naar een verdwenen contactlens. Maar dan wordt er glas gevonden. In de doelmond van Diederik Boer. Ja, hij vindt zelf een stuk onderdeel van een bierflesje. En een ander onderdeel door Sander van der Heijden in de bak gedeponeerd. Die voor de gelegenheid als glasbak fungeert. En let goed op, links door het net gaat nu een flesje of een deel van een flesje. En het komt vanuit het Cambuurvak. En dat is natuurlijk een hele domme actie, omdat Cambuur net lekker in de wedstrijd zit. En dan moet al het glas, alle glasplinters die daar eventueel nog liggen, uit de doelmond worden weggeharkt. Dan ligt de wedstrijd een klein kwartier stil. Alvorens er weer verder kan worden gegaan. Zijn ze er al? Ja, de spelers zijn al een hele tijd weer op het veld. Scheidsrechter Jan Weger heeft. Die willen graag verder. Het wachten was op de man in het zwart-grijs in dit geval. Maar goed, we gaan verder. En wat voor uitwerking heeft dat dan op deze beide ploegen? Nou, Zwolle komt aardig uit de kleedkamer met dit schot van Botteguin. En de redding die uitstekend is van der Vlag. De Visser kan niet bij de bal. Duwt en gaat dan met opzet met zijn noppen op de rug van Botteguin staan. Een onfrisse actie die niet gezien en ook niet bestraft wordt door de scheidsrechter. Er is ook wel wat theater bij Botteguin. Maar wat de Visser daar doet, dat mag natuurlijk absoluut niet. Kuipers wordt niet aangepakt. Bal in de voeten bij Bargas. Bargas, Beekmans probeert hem eruit te houden en maakt een eigen doelpunt. En het is 1-1. 10 minuten voor de rust.
Vargas, weg bij Michael Jansen. Waarschijnlijk had die bal er wel in één keer in gegaan. Maar hoe dan ook, hij gaat er definitief in als Beekmans juist een doelpunt probeert te voorkomen. En nu gaat Zwolle weer door naar de derde ronde bij deze stand. Deze kans voor Beekmans op aangeven van Guit. Maar Beekmans, in een poging om het goed te maken, treft Diederik Boer. Nog steeds de eerste helft. Hier Ter Heide met een enorme kans. En weer de redding van Boer. Een eerste helft waarin veel gebeurt. Heel veel. Dan zitten we in het tweede bedrijf. Ter Heide gaat neer net buiten het strafschopgebied. Cambuur wil natuurlijk een penalty, maar Wegerev heeft het goed gezien. Keizer maakt de overtreding daar net buiten. Maar valt Ter Heide wel strafschopgebied in. Ook de assistent heeft het goed gezien. Is onvermurfbaar. Vrije trap dus. De Visser niet, Michael Jassen wel. En Boer weer. Wat houdt die man een hoop tegen? Menzo gaat wisselen. Hij brengt Mark de Vries, een aanvaller, en haalt er een verdediger uit. Koen Brak. De Vries met zijn eerste, tweede en derde balcontact. De Visser. De Vries daarachter en De Vries. Net in het veld in de 68ste minuut. Een gouden wissel van Stanley Menzo. Voor de wedstrijd waren er nog de tranen bij deze trainer. En nu de enorme blijdschap als De Vries er 2-1 van maakt. En dit beeld spreekt voor zich. En bij deze stand zou het na afloop van de wedstrijd penalties nemen worden om te bepalen wie de derde wedstrijd thuis mag spelen. Maar ondertussen deze gemene overtreding van achteren van Dennis van der Wal op Jeffrey de Visser. De Visser bleef in de eerste helft onbestraft. En van der Wal hier niet, want hij krijgt rood. En heeft ook nog een fijn gebaar terwijl hij naar de catacombe loopt. Vrije trap, De Visser en daar is hij weer. Mark de Vries komt het veld in en maakt binnen 4 minuten tijd 2 doelpunten. Waarvan de laatste niet meer gezien wordt door Dennis van der Wal, die dan inmiddels in de kleedkamer zit. Uitstekende vrije trap van De Visser en daarachter, helemaal vrij, Mark de Vries. Maar dan is er nog protest van Zwolle vanwege een vermeende overtreding van Ter Heide. In wiens omgeving 2 spelers van Zwolle tegen het gras gaan. Maar die overtreding, als het er alleen was, wordt niet bestraft. En het is 3-1. De Visser en De Vries nog maar een keer. Ja, dat zou prachtig zijn geweest natuurlijk. Een zuivere hat-trick in zo'n korte tijd. Maar het blijft bij 3-1. Cambuur revancheert zich. En misschien heeft Jan Rietstra het ook wel gezien. Wie zal het zeggen? Ja, natuurlijk een grandioze start, grandioze goal van Sandor. Alleen dan kreeg je het moment met glas en flessen op het veld, wat niet thuis hoort. Ongelooflijk. Ja, dat iemand dat in zijn hoofd haalt om te gooien, dat kan ik nog steeds niet begrijpen. En maar Zwolle blijft gevaarlijk, blijft dreigend. En dan valt toch die 1-1, een domper. Wat ik hoor, als Paul hem laat gaan, dan gaat hij voorlangs of als hij hem goed schiet. Maar ja. Je weet dat het een domper is. In de rust aangeven van we weten wat we moeten doen. We moeten winnen hier. De scenario's stonden klaar. Als het 1-1 blijft, als het noem maar op. Wat je ziet is een gebrek aan routine in sommige situaties. Een uitgekooktheid. Ja, en dat zijn zij, denk ik, zij hebben ook een gemiddelde oude helft dan wij. Daar zijn ze wat gehaaid erin. Die inhaalslag ga je niet voor dinsdagavond plegen. Hoe ga je dat oplossen? Nou ja, kijk. We hebben nu, het wordt de 6e officiële wedstrijd dit jaar tegen Cambuur. Of de 5e was het. We hebben natuurlijk een beker gespeeld en nog de 5e. En de 2 jaar hiervoor, dus zeg maar de laatste 3 jaar, hebben we 9 keer tegen ze gespeeld, 1 keer verloren. Ja, dat kan een keer gebeuren. Ik ga ervan uit dat we niet 2 keer achter elkaar verliezen. Binnen een minuut had je het al voor elkaar? Ja, misschien iets te vroeg, hè? Ik bedoel, ik krijg het toch nog even moeilijk. En dan maak ik er nog geen. En
ja, ik ben blij voor Cambuur. Maar geeft dit de ploeg zo'n boost dat je het nu in die derde wedstrijd ook redt? Ik hoop het wel. Het is weer een nieuwe wedstrijd. Zwolle zal zich weer opkrikken, zal zich weer gaan wapenen. Het is aan ons om weer met dit gevoel, met deze wedstrijd, maand te beginnen. En dit vertrouwen en te zorgen dat we gewoon aan een goede eind van de streep staan.